Hallo, ik bel namens Tijdkast. Tot mijn spijt moet ik je meedelen dat je ergens in de komende 24 uur vroegtijdig zult overlijden. We kunnen niets doen om dat te voorkomen, maar jij hebt nog wel een kans om te leven. Namens iedereen bij Tijdkast condoleren we je met je overlijden. Het bestselling boek van Adam Silvera is hartverscheurend. Dus maak je klaar voor het droevigste boek ooit. Ze begonnen met z'n tweeën. Maar is dat ook hoe ze eindigen? Op het einde gaan ze allebei dood. Rufus en Matteo. Het waren maar twee jongens. Twee ongelooflijk pechhebbende jongens, dat is waar. Maar toch gewoon twee mensen die wouden leven. Samen besluiten ze hun leven met elkaar af te sluiten, nadat ze beiden werden opgebeld door Tijdkast, met het nieuws dat ze vandaag zouden sterven. Ze leren elkaar kennen dankzij een app, en besluiten hun sterfdag samen te beleven. Van onbekenden naar vrienden, naar geliefden. Alles is mogelijk op je sterfdag. Ze zullen bij elkaar blijven tot de dood hun scheidt. Een onverdiende dood voor twee o zo jonge mensen. Lees nu op het einde gaan ze allebei dood, want soms is de grootste plot twist dat er helemaal geen is. Op het einde gaan ze allebei dood is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Het balans tussen de droevigheid en het romans is perfect. Het was heel erg meeslepend. Het boek heeft me geleerd te leven zonder grenzen voordat het te laat is. Want je weet nooit wanneer jouw laatste uur geslagen heeft.